Hey, goedemiddag. Ken jij eens naar mijn banden kijken? Want ik voel allemaal iets tijdens het rijden. Ik weet ook niet wat er mee is. Jazeker. Ik denk dat ze wat slap zijn. Oh, ja. Te zien. Ja, en zijn ze verder nog goed? Of, Ze zijn eigenlijk wel aan vervanging toe. Ja. Alleen in deze of allemaal? Kijk, eigenlijk wel de voorbanden, ja. Ja. Ja, pomp ze maar op dan. Weet jij hoeveel dat erin moet? Ja, meestal kun je dat hier in de auto vinden. Voorkant 3,8 bar. Wil je lucht of stikstof in de banden? Nou, er zit nou lucht in, maar is er nieuwe op moeten. Kan ik er morgen voor terugkomen? Ja, ik heb ze wel op voorraad. We kunnen ze een beetje met stikstof afvullen. Ja. Een lange ontspanning. Oh ja. Waardoor je beter stuurt, de banden minder slijt. Beter voor brandstof gebruiken. Ja. Ja, als er morgen. Kan ik er morgen gewoon weer terugkomen? Ja, je hebt gewoon een voorraad. Oh, je hebt voorraad, ja. Pompen ze nu even op voor morgen. Ja. Oké. Okay. Achter moeten ze op 4. Oh ja. Dat is ook een aard leeg. Dankjewel, ja. Tot morgen. Tot morgen, dank je. Niet zo druk vandaag. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je gaat erin ook al uit, zie ik. Ja, dat klopt. Ja, stond jij eens langs de weg in een ongeluk of zo? Of? Nou, als je hem zo aankijkt, wat denk je dan zelf? Nou ja, het lijkt me eigenlijk al een beetje een oude beestje, of niet? Het is een restauratieprojectje waar ze mee bezig zijn. Oh, dat is een restauratiedingetje. Ja. En waar gaat die naartoe brengen dan? Naar de plaatwerker. Oh, maar je hebt hem ook ergens opgehaald over ja, daar? Of, klopt. Ja, oh ja. Oké, okay, maar ja, dan. Maar hij rijdt niet meer? Of? Nee, hij is van binnen helemaal leeg. Oh, er zit geen motor meer in? Motor wel, oh. Maar sturen en alles is er allemaal uit. Oh jee, dat wordt een heel project dan? Dat is waarschijnlijk. Ja. En dat doen ze wel dagelijks? Of is het meer? Nee, dat is wel iets aparts. Dat is iets aparts. Meestal is het als ze ergens langs de weg staan of zo, dan, ja, zeker. Dan haal ik hem op. Klopt. En in heel Brabant of alleen maar hier in de regio? Net wat het voorkomt. Net wat? Ja, ja. Nou, dat maakt jou niks uit. Dat moet 100 kilometer. Nee. Handel is handel. Ja, nee, dat is ik zo hoor. Maar ja, het moet ook gebeuren, hè. Dus, zeker. Maar je hebt er een heel apparaat voor bij, hoor. En die kan keepen en dan... Alles. Die kan alles. Dan trekt hij me gewoon op. Ja. Kijk je dan. Nou, ja goed, heel veel succes. Dankjewel. Je gaat het opploegen, zie ik. Ja, het komt gewoon even een beetje droog. Ja. Ja. Ik kan hier iets weer bomen neerzetten ofzo. Ja. 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 Wat voor iets gaat er neerzetten? Ja, wij kweken laan en park en sierbomen. Dus bomen voor het openbaar groen en bomen voor ja, een park in de tuin. Ja, 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 ja. En wanneer zijn ze dan weer zover dat, ja, dat je ze kunt verkopen, zeg maar? Ja, normaal planten wij de bomen aan en dan blijven ze 3 tot 5 jaar staan. En dan kunnen ze weer verkopen. 3 tot 5 jaar, ja, ja. Afhankelijk van de soort. De ene soort die groeit sneller dan de andere soort. Ja. Een berk groeit sneller dan een beuk. Ja, 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 ja. Afhankelijk van wat je zet, maar ook van het weer natuurlijk. Hè. Ja, ja. Slecht weer, ja. Dan groeit het ook niet natuurlijk. Nee.